Sinds maandag 25 november heeft Horen weer een sterrenrestaurant. Het betreft hier het nieuwe restaurant Lucas Rieve op de Doelenkade. Ten eerste natuurlijk hartelijk gefeliciteerd met uw Michelinster. Dankjewel. En, een hele mooie waardering voor een, resultaat dat we al zo snel hebben neer kunnen zetten. Dus daar ben ik heel blij mee. Zag je het ook aankomen? Nou ja, niet direct. Ik heb natuurlijk wel een historie bij de Michelin. Ik heb natuurlijk 22 jaar 2 sterren gehad. Ik heb er nou weer eentje bij, dus eigenlijk ben ik een 3-sterrenkok eigenlijk. En de Michelinster was ook niet per se onze insteek om dat hier te gaan halen. Wat wij willen is zeg maar gewoon een laagdrempelige, vlotte zaak waar je gewoon heel goed kan eten. Goede bediening hebt en de juiste prijs-kwaliteitsverhouding hebt. Maar ja, nu het zo op ons pad komt, ben ik er natuurlijk echt super trots op. Wat is uw specialiteit? Nou ja, echte specialiteit heb ik niet. Ik word nogal op het orgaanvlees opgehangen, zeg maar. Dat mensen die zeggen dat ik wel redelijk goed ben met mijn orgaanvleesbereidingen. En dat is ook wel iets wat ik zelf heel graag doe. Maar ik werk ook heel graag met vis, schaal, schelp, bieren, andere stukken vlees. Dus waar het allemaal om draait is dat je met heel veel passie je werk doet. Dat je je gasten wil plezieren, dat je ze een onvergetelijke avond wil bezorgen. Dat je zelf natuurlijk heel veel plezier in je werk hebt. En ook met je team goed kunt aansturen. En gewoon heel kritisch zijn op jezelf. Dat is ook een van de leukere dingen van het koken, vind ik. Om die keuken al door in beweging te houden. Creativiteit. Je moet ook wel altijd in het oog houden dat je keuken wel herkenbaar blijft. Want op een gegeven moment komen de mensen toch naar een restaurant toe voor een bepaalde stijl van koken. Dus eigenlijk op naar de 4e Michelinster? Nou ja, ik zou zeggen, we proberen steeds de lat wat hoger te leggen. En als het ooit of weer eens resulteert in nog een ster, dan ben ik daar natuurlijk super trots bij. Maar mijn eerste insteek is altijd dat de gasten blij moeten zijn. En daarna komt de rest wel. Maar de gast is prioriteit nummer 1. En ik zeg altijd, beter een vol reserveringsboek zonder sterren dan een leeg reserveringsboek met sterren.